De Nacht van Woerden was ook dit jaar weer een groot succes. Hoewel het bij het veldrijden rustiger was dan afgelopen jaar, barstte het Kerkplein door een betere indeling van de podia en tenten uit haar voegen van gezelligheid. Ja, Woerden is leuk! We hebben vannacht de Nacht van Woerden en woensdag de Koeienmarkt. Altijd leuk! Helemaal gezellig! Maar voordat het tijd is voor de Koeienmarkt, eerst de Nacht van Woerden die traditioneel begint met de wielerwedstrijd. De winnaar van 2010, Tom Meuwissen, moest dit jaar versterkt laten gaan. Maar aan de start verschenen wel toppers als Bart Arnouts, Lars van der Haar en onder andere Gerben de Knecht. De wedstrijd van de elite en belofte was de laatste van de dag. Eerder zette bij de dames Daphne van der Brand de titel op haar naam. Op het parcours was er veel modder doordat het de hele dag had geregend. Maar ondanks dat en enkele valpartijtjes was het voornamelijk genieten van een mooi evenement in een mooie stad. Een sfeervol verlicht parcours zorgde voor een goede ambiance, voor een spannende wedstrijd. Bij de elite en belofte werd er hard gestreden, maar de Belgische Bart Arnouts bleef iedereen voor, waaronder zijn Nederlandse ploeggenoot Lars van der Haar. Lars van der Haar en Dieter waren toch serieuze tegenstanders. Vooral Lars reed heel sterk, die heeft de koers ook hard gemaakt. En de laatste drie ronden ben ik vol gegaan en gelukkig was dat genoeg. Uit Nieuwmoer in België, Bart Arnouts op weg naar iets moois. Op weg naar de hoogste training hier op het podium bij de Nacht van Woerden. Laat het maar horen voor de geweldige man uit België, Bartje Arnouts! Arnouts wint de Tireco Nacht van Woerden, Lars van der Haar! Ook een prima wedstrijd voor de Tour en houdt hier de steun derde plaats. Hoe was de wedstrijd voor je? Gewonnen, dus dan is het goed, hè. Meer kun je niet verwachten, dus ik ben er heel blij mee. Zeker nu met de regenval was het heel technisch, dus het blijft opletten. Je hebt wel veel verlichting, maar het is toch nog steeds moeilijker dan overdag rijden. Je ziet de sporen niet zo goed, dus dat maakte het vandaag wel extra moeilijk. Na een feestelijke huldiging trok Woerden van het exercitieterrein en de kermis naar het centrum. Op het Kerkplein was inmiddels een groot feest losgebarsten met op het podium DJ's en Woerdens zangtalent. Kom op televisie zwaaien! Woerden TV! Die handen! Nacht van Woerden is 1-0 sfeer. Het is gewoon 1-0 gezelligheid, echt waar. De muziek, de gezelligheid, gewoon alles. Wat ga je morgen doen? Uitslapen. Niet om 6 uur naar de Koeienmarkt? 6 uur 's avonds. Nou, het is gewoon de sfeer, weet je wel. Zie je hoe gezellig dit is? Leuk, hè? En wat maakt het gezellig? Nou, kijk, als je een drankje of twee op hebt, dan wordt het vanzelf gezellig. Ik ben benieuwd of ze het morgenochtend ook nog zo gezellig vindt. Het hossende Kerkplein bleef in beweging tot 1 uur. En als woensdagochtend vroeg de laatste feestvierders naar een bedje kruipen, dan kunnen ze vanaf 6 uur in alle vroegte de eerste koeien tegenkomen. Heb je informatie of nieuws voor de redactie? Mail dan naar redactie@woerden.tv.